Hoi, ik ben Roos en het is tijd voor een nieuw avontuur. Doe maar met me mee. Begin maar met jezelf een high five te geven. Precies voor je hart. Vandaag gaan we naar Reza de Rups. Die woont in een mega moestuin en eet daar haar buikje rond. Maar niet iedereen is daar blij mee. Wat zou er aan de hand zijn? Roep maar als je Reza ziet. Reza! Ik hoor jullie niet hoor. Reza! Heel goed. Kom, klimmen we op onze magische wolk. Ik stuur wel. Deze dag zit nu alweer vol avonturen. Yo, ga mee met ons. We gaan bijna landen. Maar voor ik begin, adem alvast een keertje heel diep in. En als we dan uitademen, zijn we aangekomen bij de mega moestuin. Ik kan wel netjes landen. Keurig geparkeerd tussen de tomaten en kroppensla. Wauw, wat een mega moestuin zeg. Hé, vertel eens, welke groenten zie je allemaal? Ja, wortels. Komkommers, inderdaad. Zet je voeten stevig op de grond. Plak je handen tegen elkaar. Kan jij net zo recht staan als een komkommer? Heel goed. Hier in de moestuin groeien babykomkommers uit tot grote mensenkomkommers. Daar gaan we. Nog iets langer? Heel goed. Of ben jij misschien een kromkommer? Ha. Ja, want we zijn niet allemaal perfect. En dat is juist leuk, toch? Het zou heel saai zijn als we allemaal hetzelfde zijn. Huh? Wat zeg je? Reza? Oh ja, het is Reza, de rups. Oh, de Roos. Oh, wat leuk dat je er bent. Nu ben ik niet meer zo alleen. Ik was net bezig aan deze komkommer. Ik heb toch zo'n honger de laatste tijd. Ja, dat zie ik. Maar waarom ben je alleen in deze mega moestuin? Tja, Zoe vindt het dus niet leuk dat ik alles opeet. Soms eet ik de bloemen en dan hebben ze geen nectar meer. Dat vinden de bijen niet zo leuk. En dan zijn ze echt onaardig tegen mij. Onaardig? Tegen jou? Hè? Maar jij bent de allerliefste rups die er bestaat. Wie is die Zoe? Daar zal je er hebben. Ik ben snel weg. Doei, Roos. Nee, wacht. Wij zijn hier om jou te helpen. Oh. Zoe is dus de bijenkoningin. Kom, laten we haar volgen. Vlieg je mee? Wauw! Wat veel bijen. Moet je zien. En ze praten allemaal door elkaar. Ik versta er helemaal niks van. Laten we terugzoomen als een echte bij. Kom maar op je knieën zitten. We ademen zo diep in. Dan zet je je vingers op je oren en dan gaan we zoomen. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Adem maar diep in. Voel je dat het hier helemaal gaat kriebelen? Nog één keer. Adem in. Gedaan hoor. Korfgenoten, wat hebben jullie fantastisch veel honing verzameld. De zonnebloemen staan er ook weer prachtig bij. Maar dat kan ik over de moestuin helaas niet zeggen. Reza de Rups heeft weer alle groenten en bloemen opgegeten en verwoest. Verwoest? Nee, maar... Beloof me dat jullie uit haar buurt zullen blijven. Ze is anders dan wij zijn. Nee, maar dat is niet eerlijk. Hallo? Zoe? Mevrouw de koningin? Ja? Nou, dat is niet heel erg aardig. Kijk, Reza is gewoon zichzelf. Een echte rups die nog moet groeien. Daarom eet ze zoveel. En ze is best wel alleen. Ze wil ook wel gewoon vrienden hebben in de moestuin. En ze wil ook wel eens gewoon een knuffel.
een knuffel. Nou, wat is dat, een knuffel? Nou, een knuffel. Oh, ik ga het jullie leren. Vanaf nu gaan we knuffelen. Oké, dan gaan we eerst onszelf een dikke knuffel geven. Open je armen maar. Daar gaan we. Heel goed. Dat voelt wel fijn, hè? Oké, dan mag je nu je papa of je mama of je broertje of je zusje of je favoriete knuffelbeer ook een knuffel geven. Ben je er klaar voor? Open je armen. Daar gaan we weer. 1, 2, 3. Oh, ja, dit voelt eigenlijk best fijn. Dit wil ik eigenlijk wel vaker doen. Misschien ben ik soms wel inderdaad een beetje onaardig tegen Reza. Ik wil helemaal niet dat ze zich alleen voelt en nooit een knuffel krijgt. Precies, Zoe. Knuffelen is altijd fijn. Ik was laatst langs bij mijn opa. Die zat ook helemaal alleen op zijn kamer. Hij vond het zo leuk dat ik langskwam. Maar volgens mij is hij wel een beetje eenzaam. Hij krijgt nooit bezoek. Dus ik heb besloten om vaker langs te gaan en hem altijd een hele dikke knuffel gaan geven. Wat een goed idee. Daar is je opa vast heel blij mee. Laten we dan nu Reza blij gaan maken. Kom, we gaan er zoeken wie het eerst bij de moestuin is. Oh, ja, goed idee. Vlieg jij ook weer mee? Oké, daar gaan we. Reza! Hallo? Reza! Volgens mij is ze hier niet. En ik wilde haar zo graag een knuffel geven. Ik heb een idee. Weet je wie je wel een knuffel kan geven? De babytomaten! Ja, want die moeten nog heel hard groeien. En die kunnen wel wat extra liefde gebruiken. Oké, nou, vooruit. Oké. Okay. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Open je armen maar weer. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oh, ja, kijk. Ze zijn ietsje pietje gegroeid. Ik weet hoe de tomaten nog groter kunnen worden. Kom maar zitten. Tomaten groeien in rust. Dus laten wij ook helemaal rustig worden. Leg je handen maar op je buik. En adem rustig in en uit. Elke keer als we inademen, dan wordt onze buik zo rond als een tomaat. Daar gaan we. Adem maar in. En uit. Oh, ja, oké, nog een keer. Adem in. Ja, zag je dat, Roos? Hij groeide. Ja, supergoed. Dat doen we nog een keer. Maak je buik zo rond als een tomaat. Daar gaan we. En uit. Oh, kijk, het zijn nu geen babytomaten meer. Wauw, het werkt. Ik voel me ook helemaal kalm en rustig. Ik ga dat doen bij alle groenten. Oh, oké, goed idee. Maar laten we eerst Reza gaan zoeken. Ga je ook mee? Kom maar staan. Oh ja. Vlieg je weer mee? Oh, wauw, wat een mooie vijver zeg. Zou Reza hier misschien zijn? Ik zie haar niet. Hey, wie hebben we daar? Meneer Sprinkhaan. Zet je voeten iets verder uit elkaar. Buig door je knieën en zak met je billen helemaal naar beneden. Handen op de grond en plak ze dan tegen elkaar. Heel goed. Nieuwsgierig kijkt meneer de sprinkhaan rond. En dan, plotseling, maakt hij een hele hoge sprong. Zet je handen op de grond. Daar gaan we. 1, 2, 3. Heel goed. Nog een keer. Ja. Kwaak. Het wordt hier steeds gezelliger. Kwaak. Kom zitten op je knieën. Kwaak. Dag, meneer Kikker. Wij zijn op zoek naar Reza de rups. Heb jij haar misschien gezien? Kwaak, kwaak, kwaak.
Oh, hij zegt dat ze hier is langs geweest. Kwaak, kwaak. Oh, ze voelde kwaak. Zich niet meer welkom in de moestuin. Kwaak, kwaak. Ze is haar eigen huis gaan bouwen. Kwaak. Een eigen huis bouwen? Kwaak. Oh, en ik ben zo onaardig geweest. Dit voelt niet goed. Kwaak. Laten we snel verder gaan zoeken. Ze kan niet ver weg zijn. Bedankt, meneer Kikker. Spring je ook mee als een echte kikker? Oké, kom maar zitten. Daar gaan we. En 1, 2, 3. Oh. Zoe, kijk, daar aan de boom. Oh, wat is dat? Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het beweegt. Dat is een kokon. Ik denk dat we Reza hebben gevonden. Dit is haar huis. Zit Reza daarin? In dat kleine bolletje? Het lijkt wel een slaapzak. Sst, mag het misschien wat stiller? Ik ben hier aan het groeien. Oh, Reza, ik ben het. Zoe, het spijt me zo van alle onaardige dingen die ik tegen je heb gezegd. Ik ga je nu knuffelen. Oh, wat fijn. Dank je wel, Zoe. Het is oké. Zijn we dan nu weer vriendjes? Willen jullie mij anders helpen groeien? Ik groei namelijk het beste in rust. Net zoals bij de babytomaten. Kom maar zitten. En leg je handen maar weer op je buik. Dan ademen we rustig in. En uit. Voel je hoe je buik net zo rond wordt als het huisje van Reza? Ja, ik voel het. Heel goed. Daar gaan we nog een keer. Adem in. En uit. Oh, dit gaat goed. Oh, Reza, je barst bijna uit je huis. We zijn er bijna. Nog 1 keer diep ademen. Doe maar mee. Oh ja. En uit. Ja, ja. Daar komt-ie. Jeetje, Reza, je bent een vlinder geworden. Wat ben je mooi. Missie gelukt. Dan is het nu weer tijd voor ons om naar huis te gaan. Oh, nu al? Bedankt dat jullie mij hebben geholpen met groeien. Oh, en ik ben zo blij dat ik heb leren knuffelen. Door jouw knuffels voel ik me nu niet meer alleen. Het is nooit te laat om sorry te zeggen. Of om heel hard te knuffelen. Kom, dan klimmen we weer op onze magische wolk. Even uitrusten. Voel maar hoe je billen diep wegzakken in de zachte, warme, donzige wolk. Dan nemen we nu een diepe adem in door ons neus. En als we uitademen, vliegen we naar huis. Doei, Reza. Doei. Doei, Zoe. Doei. Tot de volgende keer. Wat was het fijn. We zijn nu bijna aan het einde. Voelt goed, hè, om iemand te helpen. Vergeet niet dat je altijd helemaal jezelf mag zijn. Net zoals Reza. Laten we afsluiten met nog 1 high five voor jezelf. Precies voor je hart. Sluit nog maar even je ogen.